Hey jongens. Hey man. Maar we hebben elkaar toch al gezien, of niet? Ah, we zien elkaar nog een keer. We zien elkaar zo weinig, hey jongens. Ah, dit is dit moet opnieuw. Wat is je nou aan het doen, hé? Goedemiddag finalisten. Welkom bij David Trade voor de grande finale van dit seizoen. Vandaag gaan jullie vier tegen elkaar strijden voor de grote overwinning. Jullie gaan orders gereed maken in het magazijn en in de clublounge in het presentatie voorbereiden. Devon Trade is al jarenlang onze officiële kledingpartner en binnen staat Jasper op jullie te wachten. Heel veel succes vandaag. Let's go. Laten we gaan. Ja, spannend. Dat was toch wel, voel je toch wel die kriebels hè, als je aankomt? Nou, vol spanning, net zoals Mats. Echt al weken niet geslapen. Je hebt er thuis veel over, het is echt wel een thema thuis. Ja, je weet gewoon niet wat je te wachten staat. Goedemiddag jongens. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom bij Devon Trade in Deventer. En ja, we gaan jullie vandaag wat meer vertellen wat wij hier doen binnen Devon Trade. En waar jullie ons inmiddels al van kennen en wellicht meer van kunnen kennen. Aan wie leveren jullie eigenlijk allemaal jullie producten? Alleen sportclubs of ook... Nee, eigenlijk zijn we daarin best veelzijdig. We hebben in ons assortiment verschillende merken. En dat leveren wij aan zowel BVO's, zoals Eagles, RKC, hockeybonden, de Duitse hockeybond, de Belgische hockeybond en Nederlands handbalverbond. Met hoeveel mensen werken jullie? Wij werken hier met om en nabij 100 man. Hier zijn we dan op het hoofdkantoor in Deventer, maar we hebben ook vestigingen in het buitenland, Duitsland, Engeland, België en Oostenrijk momenteel. Oké. Okay. Ja, leuk. Leuk. Ja. Laten we gaan. Jongens, we hebben net genoeg gepraat over Devon Trade zelf. We zijn hier nu in een magazijn. Ja, zoals je net al zei, er ligt heel veel voorraad hier. En aan jullie nu de taak om de eerste challenge te vervullen. Voor jullie staan vier kratjes. En in ieder kratje ligt een envelop voor jullie allemaal. In de envelop zit een locatie waarin jullie naartoe moeten rennen om een bepaald artikel te pakken wat in ons assortiment zit. Raad eigenlijk heel simpel hoe de challenge is. Wie het eerst terug is, die wint. Uiteindelijk zit er ook nog een tweede locatie in. En uiteindelijk naar de tweede locatie, daar komt de winnaar uit. En gaan we door naar de volgende challenge. Ik ga zo aftellen en dan kunnen we beginnen. Dat was wel indrukwekkend. Een stuk groter dan ik dacht. Nee, ik had het ook echt niet verwacht hoe groot dat magazijn zou zijn. 3, 2, 1, go! Ik keek meteen naar het nummer en ik had al gezien van hoe het magazijn een beetje in elkaar zat. Ik denk 12. 21 F2. Helemaal achterin? Nee, wacht. Het staat aan deze kant. Kom maar. Daar. B. C. Het is E3. E1. Ik moet 12 zijn. Gevonden, man. Ja! Tweede envelop. Flink aan het rennen. Volgens mij kwamen ze echt bezweet terug en dat ze niet hadden verwacht van oké, moet helemaal naar die uithoeken van het magazijn. Ik had even snel zo'n balletje even verstopt. Maar het was sneaky dat het er net even achter die pallets werd neergelegd. Jay was iets sneller. Die had een betere cameraman bij zich, denk ik. Hey, waar is mijn bal? Waar is mijn bal? Goed gedaan, Bob. Goed gedaan. Let's go. Geen laatste. Erik heeft geen bal. Ja, jij hebt mijn bal. Ja. Ja. Kijk. Ik zie hem al. Wie heeft dit gedaan?
Daar was ik niet zo blij mee. Hij is zo meteen nog wel een groot probleem met mij, laat ik het zo zeggen. Goed gedaan, jongens. Ik ga nog niet vertellen wie de winnaar is, want het is volgens mij een beetje discutabel. Dus we gaan eerst in beraad zeker en door naar de tweede challenge. Nou mannen, we zijn hier in de Club Lounge waar wij onze collecties presenteren aan onze klanten. En jullie voelen hem al wel een beetje aankomen. Presentatie is bij ons mega belangrijk en hier liggen vier prachtige Eagles tenues voor jullie neus. En aan jullie de eer om deze shirts zo goed en mooi mogelijk op deze paspoppen te presenteren. Punten zijn te verdienen door 1. Wie is de snelste? En 2. Schoonheidsprijs, dus ook dat je hem nog mooi om de poppen heen hangt. Ik tel af. 3, 2, 1, go! Dit is mijn, komt er niet op. Hey, pas op voor je hoofd, Jordi. Draaien, alles. Ik heb draaimolen gedaan, ik kwam even nog denk ik tegen Jay's hoofd aan. Het is echt een kleine mouwen. Kom op, Bobby. Zo flinke jongen dit. Man is niet naar de gym geweest, dus het kan nog. Ik was wel heel blij met mijn keuze, want gewoon een recht lijf, mooi lijf. Net zoals ik heb. Dus, Waar zit het gat? Ik had helaas de pech dat mijn paspop bepaalde gebreken had. Ja, ik ben klaar hoor. Ik ben klaar. Prachtig hè? Ik moet zeggen, ik vond Erik hier wel echt goed in. Die had het binnen nota, maar had hij het in de vingers. En ja, verborgen talenten denk ik. Ah, ik heb zo gezien als eerste zijn. Zag ik Bobby daar al raar kijken naar die arm van, nou ja, waar is die hand nou? Dus dacht ik van, nou, ik verstop hem even. Ah. Oh, waar is die arm van mij? Wat zijn er? Ah, geef maar. Jij hebt hem. Doe het. Maar. Dat was toch iets moeilijker dan je dacht. Zeker bij mij. Ja, dat ziet eruit. Dat is wel. Voor mij is het klaar. Ja. Jongens, makkie toch? Zeker. Ja, eens even kijken hoe die armen zaten en dan. Mijn had sterke lijn, denk ik. Dus, nou ja, de kraagje was wel lastig. Raf ging wel makkelijker dan erop. Ja, zeker. Maar het zit erop. Hopelijk hebben jullie een mooi beeld kunnen krijgen van Devtrade vanmiddag. En hebben jullie genoten? Maar we gaan uiteraard niet weg voordat de winnaar van de challenge is bekend wordt gemaakt. Ik ben benieuwd. Bij challenge 1 in het magazijn waren dubbele punten te verdienen. Oké, dat is nieuw. Dat wist ik nog niet. Maar, dat vond ik wel iets minder aan deze serie. Verder erg leuk, maar wel jammer dat steeds achteraf pas hoorden hoeveel punten we konden halen. Close was het. Alles werd uit de kast gehaald om te manipuleren. Maar uiteindelijk was Jay in dit geval de snelste. Oké. Dat betekent dat jij de eerste plek overneemt? Nu hebben we deze mooie pop hier staan. En eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Enrique daar wel echt de meester in was vandaag. En de snelste. En op basis van de schoonheidsprijs ziet het er toch wel echt perfect uit. Ik denk verborgen talenten. Ja, wat betekent? Gescoord. Erik, dat betekent dat je niet alleen de winnaar bent van deze dag binnen Devtrade, maar van het hele eindklassement van Eagles over de vloer. Als eerste speler ooit dit programma winnen, toch? Dat wil je gewoon. Dus een droom die uitkomt. Voor mijn gevoel was het daar in die beslissing bij de scheidsrechters was wel een beetje discutabel. Ik vond wel dat hij hier de makkelijke optie had. Maar ja, weet je. Zonder geluk vaart niemand wel. Gefeliciteerd. Nou, waar bedankt. Iemand wint, bedankt. Moet er ook iemand verliezen natuurlijk. Ja, Bobby. Sorry, jongen. Sorry. Nou, dat
Helaas de laatste plaats. Ik ben benieuwd wat je teamgenoten gaat aanbieden als troostprijs. We gaan lekker uit eten of ze kosten? Ik had iets in gedachten natuurlijk. Wat dat? Ja, we gaan naar de Mekkies, jongens. Maar, of niet? Ja, ik wil iets anders. Nee, ik ga even goed nadenken waar we naartoe gaan. Yes. Maar ik ga je niet sparen. Ik hoor het wel. Ik hoor het wel. Ik accepteer hem. Ik kwam mezelf ook nog mee. Dus de 5 begeleiders die ook met ons waren, van mij mogen ze ook meejoinen. En maken we er gewoon een leuke dag van. Hey, je vergeet nog een hele belangrijke, hè? Ja, de crews mogen ook komen. Jullie zijn welkom.